Yo, goeiedag. Hallo. Welkom bij mijn diner. Hahaha, mijn diner. Ja. Nee, hallo beste kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe D&D Survival. Nummero 20 volgens mij. Ik kan niet meer weten. Maar ja, ik was net even aan het eten hier. Dus ik denk van, begin hier mooi met mijn opnames. Dus ja. Zo, wat gaan we vandaag eens even doen, mensen? Nou, simpel zat. Ik laat jullie eerst wel even zien waar we wat gaan doen. Want in de vorige aflevering kunnen jullie nog herinneren dat ik bezig was met Jebby. Met Jebby, met proberen mijn huis. Oh, Malonens, jouw huis is weg. Ja, hebben we helemaal afgebroken. Hij is helemaal weg. En what the fuck, een hele berg is weg. Klopt. Wat je met je BDT&T wel niet kan doen, dat hebben we gewoon gedaan. Dat is helemaal klaar. Veel werk in gezeten, maar ja, een beetje boom boom en alles lukt wel. Voor de rest, zoals jullie zien, staat hier nou een markkraampje, heb ik niet gemaakt. Heeft Joey dat gedaan. En voor mij heeft Pepijn hem afgemaakt, als ik het goed heb. Nou ja, zoals jullie zien van, er staan daar een paar melons en, zijn vandaag gesloten. Nog meer iemand? Nee, oké. Okay. Er staan hier zoals jullie zien wat pumpkins, heel mooi natuurlijk, heel mooi gemaakt. Leuke markkraampje, maar dan vraag je natuurlijk af. Maar waarom staat hier dan een markkraampje? Nou, simpel zat. We gaan hier een soort handelsruimte maken. Dus hier komen nog meer kraampjes. Ga ik zelf niet doen. Laat ik natuurlijk maken door mijn onderdanen. Oftewel, mijn mensen. Joey kwam op het idee dat hij graag een soort met handelsruimte wil maken. Of een markkraampje. Ik zei, ja, hey jongen, doe je best maar. Dus dat gaat hij hier allemaal maken. Maar ja, toen had ik zoiets van, ja, oké. Dan wil ik er ook wel iets aan doen. Dus ik ga een soort met gebouw maken, eigenlijk speciaal voor de voedsel. Dus er komt waarschijnlijk komen er ook nog, farms en zo onderin. Ga ik nog even kijken, maar die wil ik hiernaast maken. Dit gebouw ga ik binnenkort helemaal pimpen. Ga ik helemaal veranderen. Ga ik ook in een aflevering doen. Ik wil nog even kijken hoe ik het ga doen, want het moet daar een automatic storage room worden. Ik hoor iets heel kleins achter me. Nou ja, het zal maar verbeelding wel zijn. Maar ja, ik wil hier eigenlijk zo'n soort met handelsruimte, alleen maar voor de voedsel dus. Hier worden alle etenswaren en dat soort dingen opgeslagen. Dus daar wil ik eigenlijk een soort gebouw voor maken. Hoeft natuurlijk lang niet zo groot als dit. Maar het zou wel mooi zijn als het natuurlijk met de deur ook automatisch wordt. Zoals jullie weten zit hier onderin. Hier helemaal onderin zit een voorraadkamer met allemaal potatoes en dat soort dingen. Dus zoiets wil ik eigenlijk hier ondergrond ook gaan maken. Dat we gewoon makkelijk voedsel er zo kunnen krijgen. Wat versiezelen eromheen. Zelfs wil ik dat de aankomende twee afleveringen wil ik dat doen. Misschien dat ik de volgende aflevering even iemand ga vragen. Wie me mee gaat helpen met decoreren en dat soort dingen. Maar ja, ik heb hier al een kistje staan. Zoals jullie zien met alle stuff. We gaan hem natuurlijk de geraamte gaan we natuurlijk weer van oakwood maken. De dak en de vloer zoveel mogelijk spruce wood. En eromheen, dus de muren, gaan we gewoon weer van kobbel maken. Met combinatie met stone slabs. Met fences en misschien waarschijnlijk nog met stone brick, wat gaan we zien. We gaan beginnen met de basis eigenlijk. Met de basis, ja. We gaan eerst de eerste neerzetten. Dan gaan we even kijken, hij hoeft niet zo groot te worden. Dus we gaan gewoon hier beginnen. Dus ik denk ongeveer hier, denk ik, zoiets. En dan doen we 1, 2, 3, 4. Ja, ik doe altijd standaard 4 hoog. Dat vind ik altijd een mooie hoogte om mee te beginnen. Nou, hier maken we de ingang dus. Dus dan zorgen we ervoor dat wij... Ik kan het natuurlijk ook anders maken. Ik weet wel wat leuk is. Kijk, hier komt dus de ingang. Dan doen we nog één ernaast en dan doen we hier. Doen we hier ook 1, 2, 3, 4. En dan denk je wel van, ja, die doet er toch geen 3 deuren in? Nee, er komt 1 deur in. Maar de bedoeling is een beetje om dan te zeggen van, nou ja, 1, 2. En dan hier dan zeggen we het doen. 1, 2, 3. En 4. Hé, hey, wacht even, klopt dit wel? Oké. Oeps. En natuurlijk heb ik geen, misschien wel makkelijk om wat tools bij me te hebben. Nou ja, maakt niet uit, lopen we even terug. Wow. In the chest, in the chest, waar is mijn in the chest? In the chest, in the chest, daar is mijn in the chest. Forge 1, pick ik ook maar meenemen. Ja, neem ook maar mee. Zo. Kijken. Ja, wat vinden jullie trouwens van mijn hoofd? Hey. Ziet er wel creepy uit, maar mijn hoofd hier hangt aan de muur. Binnenkort ga ik op deze server ga ik met events weer verder. Zoals jullie zeggen, wipeout.
Ik laat jullie zo meteen nog even een sneak peek zien waar ik mee bezig ben voor de server. Daar kunnen jullie straks allemaal van deze hat mee winnen. Dus je eigen hat kan je straks zeg maar winnen. Dat lijkt me wel een tof idee. Maar hallo meneer Spin. Nee, weg. Op zo de mibra. Mooi. Diamond Axe hebben we in ieder geval. Dus dan, die moet weg. Tja. Even kijken. Waar waren we hier gebleven? Ja. 1, 2, 3, 4. Waar je eigenlijk altijd voor moet zorgen. Tenminste, hangt er vanaf hoe je gebouwen maakt. Dat je altijd een oneven getal krijgt, want dan komt het dak mooier uit. Dus hier gaan we ook even kijken. 1, 2, 3. Met 4 wat mooi is. Dan hebben we er 3 ertussen, ja. 1, 2, 3, 4. En er zit één te spammen, zie ik, met left joint, left joint. Nou, valt mooi, hij stapt er nou mee. Zou dit breed genoeg zijn? Nee, ik denk dat we nog 1 brede gaan maken. Of 2, even kijken. 1, 2. Dat gaan we nog altijd zelf, dat die niet te groot hoeft te zijn. Even kijken, hoe gaan we het doen? Gaan we nog eentje breder maken? Want anders krijgen we weer hetzelfde lengte als dat. En dat wil ik natuurlijk ook niet. Wat ik ook kan doen is, ja weet je wat, ik maak er gewoon nog één langer. 1, 2, 3. Zeg van, upsakee. 1, en lekker een beetje. Het is volgens mij de server dan. Kijk eens zo, ik maak hem ietsjes langer. Ja, dat is wel mooi. Jeetje, wat heb ik hier al lek, man. Zo, dan houden we het alweer op, gelukkig. Ik denk dat we het zo gaan doen, mensen. Ik wil ook nog zeggen, ja, ik denk dat we het zo gaan doen. Misschien maak ik hem met de duur nog gaan veranderen, maar dat zien we dan weer. Even kijken. 1, 2, 3, 4. 5. 5 ertussen. En dan 1, 2, 3, 4. Want dan komt het mooi uit, want dan is dit ongeveer binnen namelijk. En dat gaan we hetzelfde gaan we hier denk ik doen. Dan doen we 1, 2, 3, 4. 4 natuurlijk. Ja, natuurlijk is het wel weer mooi om dan hetzelfde wat ik hier heb gedaan, om dat juist dan hier te doen. Maar misschien is het ook wel een leuk idee om dan twee van die dingen hier te maken. Hier begin van 1, 2. Dus 1, 2, 3, 4. En dan wordt hij wel niet zo breed, maar dan maakt het zo geluid. Dan doen we 1, 2. Dus dan komt deze weer hier. Die zo ongeveer. Even kijken, dan maken we die daar. Maar komt het straks wel mooi uit. En met een deur kan ik het altijd veranderen. Het is even testen. Vind ik altijd leuk om te doen. Gewoon een beetje klooien. Gewoon eerst wat stammen en zo neerzetten. En kijken hoe het staat. Even kijken. Zetten we die daar neer. Dat is 1. Zo. Zo. Dat is Rico. Daar ben ik ook maar weer eens even wat mee opnemen. Dat is ook wel lang geleden. 2, 3, 4. Even kijken. Maar what the fuck, dan doe ik natuurlijk weer precies hetzelfde. Het lijkt wel van ook breder, maar ja, boeien. 1, 2, 3, 4. Dan houden we daar. En weer 1, 2, 3, 4. Zo. Deze hadden 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Even kijken. Zo. Ja. Even kijken. Dan komt die weer daar. Altijd leuk hè, tillen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13. Even kijken, dan komt deze weer hier ongeveer. Dan denk ik, zit ik te denken om het zoiets te gaan maken. Het heeft wel een aparte vorm nou, maar dan maakt het zo wel uit. Het is een soort handelsruimte. Ik kan wezen dat ik hem met de deur nog wat breder maken, want hij kreeg nou een heel raar vormpje. Denk ik, als ik het zo zie. Misschien dat ik hem nog wat breder maak, maar dat kan ik altijd nog wel even zien. Ja, nou, eerst even eten. Want me hungry. Me very hungry. Tja, me very hungry. Even kijken. Ja, ik denk dat we zoiets gaan doen. Laten we dan even kijken. Heb ik fans? Hé, ik heb een bloemetje. Nou, wat leuk. Ik heb een bloemetje. Zetten we die hier mooi in deze tuintje neer. Zo. Ik hoor allemaal vreemde geluidjes. Zo, wat ligt aan mij? Ik ga bakijnen aan doen. Dan ga ik even kijken. Want als je hier naar binnen komt natuurlijk. Ik kan hier natuurlijk allemaal kisten in zetten, maar ik vind hem nog wat te smal. Oh, het ligt gewoon compleet aan mij. Ik denk dat we hem met een duur nog breder gaan maken, maar dan ga ik even kijken. Ik denk dat ik hem wat te smal vind, wat vinden jullie? Dus ja, natuurlijk met een duur krijg je natuurlijk dit effect weer.
Excel. En dan zo. Even een voorbeeldje nemen van hoe breed die ongeveer was. Jawel, ik hoor een zombie Pikmin. What the fuck? Ik begin niet gek te worden. Zo. En dan eigenlijk zit die daar dan. En dan zo. En dan bouwen we deze weer zo door. En dan aan deze kant weer zo. Hetzelfde met die kant. Die bouwen we dan weer zo. En dan die ook. Het is wat experimenteren, mensen. Even kijken hoe het staat of dat het niet staat. Het voordeel is, je kan het altijd weer afbreken. Het is gelukkig niet van glas gemaakt. Ja, dan moet je misschien op dit hebben. Nou ja. Ik heb momenteel nog geen glas nodig, dus dat scheelt weer. Even kijken. Ja, dit staat wel volgens mij. Die dan daar. En dan die daar. Even kijken hoe dit is. Dan loop je hier naar binnen. En dan heb je eigenlijk... Even kijken. Hier zou je dan eventjes trappen naar beneden kunnen maken dus. Hetzelfde hier, trappen naar beneden maken. Verschillende ruimtes. Ik vind hem te smal, jongens. Ik ga hem breder maken. Ja, ik vind hem persoonlijk, vind ik hem zelf te smal. Dus we kunnen nog zeggen van, nou dan breken we dit weer even weg. Hup. Ja jongens, dat heb je soms met survival. Dus wat anders dan dat je altijd met creative bouwt. Met creative is het gewoon wat makkelijker om te klooien. Met survival duurt het wat langer. En dan ben je gewoon wat langer bezig. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ja, daar is survival voor. Het is ook altijd leuk om survival te bouwen. Vind ik persoonlijk. Ik vind het altijd wel een uitdaging. Kijk, toch laat zien van, hey, ik heb, dit is survival gemaakt. Nee. Zeg maar wat. Als voorbeeldje. Zo. Even kijken. Dan kan deze ook weg. Ik heb 5 breed gedaan. Als ik goed kan herinneren. Dus dit is het midden. Even kijken. 1, 2, 3, 4 ertussen. 3 ertussen bedoel ik. 1, 2, 3. En dan komt deze hier. Ja, dit is een mooie breedte. Ik doe het gewoon zo. Hup. En hartstikke idee. Nou, mooi mensen. Dat doe ik mooi zo. Dan veranderen we dit met een duur nog even. Want ik doe er eerst geen tweede kamer bij. Ofwel, ga even kijken. Dat kan ik altijd nog doen. Ik doe het eerst even zo. Dat is 2, 3, 4. En dan komt er hier weer een. Ja. En dan komt er hier weer een. Leuk, hè? Even kijken. Ik kan... Oh, dat is mis. Goddammit. Zo. Gaan deze weg. Kijken, dan moet jij... Kom dan ongeveer even zien. Daar? Ja. 2. Ik word gek van die zombie Pikmin. Even kijken. Dan doe het vast even zo. Of zal ik het gewoon... Daar komt er eentje. En hier komt er eentje. Dus ik doe 1, 2, 3. Doe zo. Ik wil hier denk ik van die trappen maken die dan naar beneden gaan. Dat lijkt me wel een tof idee. Kijk, dan doe ik die hier. Damn it! Tja. Even kijken. 1, 2, 3. Zo. Yes, dat is hem. Zo doe ik het gewoon. En dan doe ik hetzelfde ergens aan deze kant. Nou, doe ik het weer. God damn it, Leroy. 1, 2, 3, 4, en dan zo. En dan kan die ondertussen dicht gemaakt worden. En dan gaan we hier kijken. Even kijken. Daar. En dan, hup. Kijken, zo. Ja, want dan komen hier soorten met daken die kant nog op. En natuurlijk wordt het dak natuurlijk weer heel mooi gemaakt. Maar niet zoals dit dak. Wat heel anders deze. Dan ga ik even kijken, want ik wil thuis 1. En dan 1, 2, en dan... Zo omhoog werken met de duur. Maar ja, dat is mooi voor dit geweest. Ik ga even mijn stuff weer even in de kist droppen. Voordat ik straks een keer dood ga. Console added to the whitelist. Nou, zoals je ziet heeft iemand weer de whitelist gekocht. Kun je hem allemaal kopen op darkstay.pycraft volgens mij. Op die website kun je de whitelist kopen. €4,99. Het is vaak tijdens livestreams die er zijn. Krijg je korting. Ik zou zeggen, join de server. Het is een leuke survival server. Mensen die hier grieven, die worden gelijk, die krijgen gelijk een ban of iets dergelijks wat er gebeurt. Ben je gegriefd, wordt er altijd voor gezorgd over wat we tegen kunnen doen natuurlijk. Het is een super server, komt binnenkort een tweede server bij. Check daar dagelijkse day even voor. Maar we gaan even naar iets anders, we gaan naar Warp. En dan Project. Was het voor mij, Projectie. En dan komen we hier terecht. En denk ik van ja, hey, het is maar een hokje. Nou, laten we kijken. Hier wordt aangewerkt. Aan een nieuw project game.
Dus even geduld, als het af is hoor je het wel. Je mag altijd vanaf hier een kijkje nemen. Hoor, dat gaan we zo doen. Met vriendelijk groet, Laurens Gonzalo, Kriefisband. Ja, simpel zat. Klaas hier iemand die plaatst hier allemaal food en pumpkins, dat soort dingen. Dus pumpkins en melons plaatst hij hier. Ik zei, wil je dat niet doen? Ging hij weg. Toen zei ik, what the fuck? Ja, doei. Heeft nu een beetje bang gehad. Maar zoals je ziet van, wauw. Ja, het ziet er zo bijna niet uit. We gaan alleen uit, zo. Zo. Kijk eens. Ja, dit gaat nog weg. Dit, denk ik. Dit stuk gaat nog even weg. Wat ik hier heb gemaakt. Dat wil ik eigenlijk, wil ik dat omswitchen naar deze kant. Dus dat wil ik hier achter toe hebben. Ik ga eerst even eten, want dat gaat wel fucking snel trouwens. Zo. Even eten. Njam, 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 njam. Potatoes. Kijk, dan wil ik eigenlijk dat wil ik naar deze kant hebben. Hetzelfde met die. Want ik zit nog te denken of dit wordt een soort met grote kasteel. Een soort met event kasteel. Met Capture the Flag bijvoorbeeld. Of met mobs erin. Dat je tegen mobs kan vechten. Of ik ga hier een grote, gigantisch grote arena maken. Ja, ik heb een beetje last van lag. Voor mij is dat te surfen dan. Het is een beetje irritant aan het worden. Jongen, even kijken. Het is echt irritant. Maar ik zit wat lijken jullie toch? Zou ik hier gewoon een gigantisch grote kasteel maken met een event erin? Met verschillende dat je tegen mobs kan vechten. En Capture the Flag. Ja, als mensen denken van ja, wat is Capture the Flag? Simpel staat, zoeken we bijvoorbeeld 3 of 4 mensen uit. Beide kanten beginnen ze, dus daar en daar. En dan heb je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat van die blokjes, die moet je dan verzamelen. Speciale blokjes, en je moet, beide heb je dan 2 blokjes, zeg maar. Dat kan wezen van hout, nee van hout niet, iets wat rare is dus. Dus ik zeg maar wat bepaalde steen of zo dat rare is. Moet je dan van elkaar verzamelen en je moet ervoor zorgen dat je ze alle 4 zeg maar opstapelt op je eigen regionen. En dat je dan zo probeert te winnen. Dan heb je bijvoorbeeld 4 tegen 4. Je mag geen armen gebruiken gewoon. Het wordt dan een standaard iets. Je komt in een huisje terecht waar allemaal zwaarden zo zitten. Dus dan kijk je naar standaard wooden swords. Stone swords. Gewoon de standaard dingen. En natuurlijk een pickaxe. Wat je dan nodig hebt. Dan ga ik nog kijken. Maar wat vind je leuker? Zal ik hier gewoon een hele arena om me heen maken? Dus dat je dat hier helemaal eromheen krijgt. Een hele arena. Ja, dit wordt in Creator gebouwd mensen. Wat is voor de server? Het is voor jullie. Het is een leuke game wat het gaat worden. Of zal ik gewoon hier een kasteel ervan maken? Laat even 18 reacties wat jullie van vinden. Een arena? Dus een gigantisch grote arena of een kasteel? Want ja, ik kan er natuurlijk verschillende dingen in een arena kan je doen. Je kan paardenraces houden. Al dat soort dingen kan je dan gaan houden. Ik zit zelf aan te denken om gewoon een grote arena te maken. Ja, wat lijkt jullie toch wat ik ga doen? Ik weet het zelf namelijk niet. Maar voor nu mensen wil ik jullie bedanken om weer van het kijken van de Bungie Games Survival serie. Vergeet niet dat blauwe duimpje in de reactie achter te laten. Het idee wat ik hier moet doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Van nou zeg ik mensen bedankt. En ik zeg later.